Dag iedereen, vandaag neem ik jullie mee naar het bos voor de Google Fire 11 te testen. We gaan ook even een korte uitleg geven hoe je de step het beste kan gebruiken. Dit is een elektrische step, vooral voor off-road gebruik. Die heeft heel wat kracht, daar zitten twee motoren op van ieder 1200 watt. De step is voorzien van off-road banden, dus is echt gemaakt voor in het bos. Hij heeft een piekvermogen van 5400 watt, dus dat is redelijk wat. Om al deze kracht te kunnen stoppen, hebben ze de step voorzien van hydraulische schijfremmen. Persoonlijk vind ik dat beste om de step. Je hebt echt voldoende kracht om van volle snelheid naar je stop te gaan in enkele seconden. De topsnelheid van de step, afhankelijk van de persoon, ligt rond de 70 km per uur. Het bereik van de step, dus daar zit een 60 volt batterij in met 35 ampère. Daarmee kun je gemiddeld 50, 60 km halen. Voor de rest, de step is ook voorzien van hele goede verlichting. Stel, u bent in het bos aan het rijden, het is donker s'avonds, dat je zeker nog genoeg kunt zien. Deze twee leds aan de voorkant, ik ga ze even aanzetten. Voilà, dat is meer dan genoeg licht dat je nodig hebt. Voor de rest heb je hier van onder ook nog sfeerlichtjes aan de onderkant van voor en van achter ook nog twee. Je doet ook een toeter op, dezelfde toeter als dat ze eigenlijk gebruiken bij brommers en motto's. Redelijk luid. Dat was de toeter. Dan, als we naar het sturen van de step gaan, hier bevindt zich alle bedieningsknoppen. Rechts bevindt zich de knop voor het licht aan en uit te zetten, de knop voor de toeter te bedienen. En als we dan naar de rechterkant van het stuur gaan, hebben we hier de AI3 display van Minimotors. Persoonlijk vind ik dit de beste display onder de elektrische steps. Heel makkelijk bedienbaar en heel betrouwbaar. Onder de display bevindt zich dan nog de Eco en Turbo knop. Hiermee kan u kiezen of dat u snel wilt rijden of eerder aan de trage kant. De single dual motor knop is, het zegt het eigenlijk al zelf, voor naar één of twee motors te gaan. De achterste motor werkt altijd, de voorste is te kiezen voor meer grip in het bos. Een klein minpuntje aan de step, dat is bij alle elektrische steps tot nu toe, is dat ze niet tegen water kunnen. Als je daar in de lichte regen mee rijdt, is het normaal gezien wel in orde, maar ga er geen diepe plassen mee nemen of niet in de gietende regen rijden. Want de step kan daar gewoon niet tegen en gaat er helaas aan kapot. En voor de rest, de step weegt 46 kilo. Een redelijk zware step. Het is doenbaar om in en uit de wagen te halen. Maar om hem mee op openbaar vervoer te nemen, is niet echt zo praktisch. Het is er ook niet echt voor gemaakt. Voor hem toe te plooien gaat als volgt. Je hebt hier een beveiligingspin. Die trek je er eerst uit door op de middenste knop te duwen. Voilà. Dan heb je hier nog een beveiligingshaakje voor het plooimechanisme. Die draait je naar de open kant. Dan trek je de hendel omhoog. En dan is het hier aan de binnenkant van de step. Dit vijsje omhoog tillen. De hendel van voor laten zakken. En dan kan je de step toeplooien. Dus, even het licht uitzetten. Als je de step wilt oppakken, het gaat alleen, dat is redelijk zwaar. Voor open te plooien, juist het tegenovergestelde. Step open plooien. Hier zien dat het vijsje door de opening in het hendeltje gaat. Meestal is het een klein beetje omhoog duwen. En als je dan hier van voor de hendel omhoog duwt, valt dat vijsje er van achterin. En als je dan terug omlaag duwt, kun je hem terug vastzetten. En niet te vergeten de veiligheidspin voor de zekerheid erin te bevestigen. Het dek van de step. Hier is een hele goede anti-sliplaag op. Wat dat heel goed is als je ermee off-road gaat rijden. Je gaat er zeker niet van afschuiven. Je hebt hier ook een handig voetsteuntje op.
Wat dat u ja gewoon meer plaats geeft en grip voor op te staan. Ja. Over het algemeen, het is een heel stevige step, stevig gebouwd. In het bos ja, komt het echt tot zijn recht. Super top machine. Meer kan ik er niet echt over zeggen. Heel comfortabele bering. Ja, dat is het zo. We zijn dus net terug van het bos. We hebben de step een aantal kilometers getest, een aantal uurtjes. Onze ervaringen van de step is eigenlijk vrij positief. De vering doet echt zijn werk. Je voelt wel wat schokken in het bos, maar het is echt goed te doen. De remmen zijn ook echt fantastisch. Bergaf in de bladeren, je gaat niet direct slippen. En je komt toch wel tot stilstand. De topsnelheid hebben we ondervonden was een 75 km per uur. Ik heb me eigenlijk geen één moment onveilig gevoeld op de step. Gewoon omdat die zo stevig gebouwd is. Naar onze mening echt een topding. Moest je nog meer informatie willen hebben over dit product, kan je dat altijd terugvinden op onze website. Abonneer ook zeker even op ons YouTube-kanaal voor verdere informatie over andere steps in de toekomst.